Peter Bijvelds. Een tijdje terug dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels zit de eerste periode erop. We hebben de eerste twee wedstrijden van de tweede periode ook al gehad. Laten we even naar het begin kijken. Dat is een beetje een valse start, zo mogen we denk ik wel zeggen. Hè? Ja, je mag een beetje wel weglaten. Als je kijkt naar de resultaten, dan kunnen we spreken van een valse start. En het is aan ons natuurlijk om het ook een valse start te laten blijven. Zeker te laten zijn. En dat we een opwaartse lijn ingaan, zoals we die in de laatste periode wel laten zien. Ja, want de laatste paar wedstrijden win je, je bekert door. Je speelt heel redelijk, misschien wel prima, misschien wel goed tegen Heracles. Daar moet je eigenlijk een punt pakken. Nou, dat lukt niet. Maar daarin heb je een wedstrijd of 4-5. Waarin je, denk ik wel, laat zien wat jij ook voor ogen had aan het begin van dit seizoen. In ieder geval meer. Hè? Kijk, je weet altijd, dat is logisch. We hebben allemaal onze sterktes en onze zwaktes. Nou, dan zit je in een periode waarin helaas onze zwaktes wat meer aan het licht komen. En we eigenlijk gepakt worden op die zwaktes. Nou, je ziet daar een kentering in komen. Ik zie vanuit de spelersgroep, staf. Ik zie dat er meer onderling begrip is. Dat we ook verder komen in onze manier van spelen. Ik vind overigens natuurlijk niet dat we daar hier ook kunnen zeggen fantastisch. Zeer zeker niet. Maar je ziet wel meer dingen terug van het plan. Zeker de visie die we met elkaar hebben en hadden. En die moeten we nu ook. Want in zo'n positie zijn we gekomen. Die moeten we ook doortrekken. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat gebeurt. Maar dat moet ook. Even één speler er nu uit te lichten. Na de Baco Silasso, daar is genoeg over gezegd. Heb je doorgeschakeld? Kwam Valencia bij jou, was al in beeld. Ben je op het doorgeschakeld? Is uiteindelijk gekomen. Zijn rol die hij nu invult, verbaast jou dat aan de ene kant ook? Hoe goed hij dat doet? Nee, dat verbaast me geenszins, moet ik heel eerlijk zeggen. Alhoewel het wel zo is dat wij hem als met name linksbuiten, mogelijk ook op de rechterflank, binnen hebben gehaald. Want daar waren we nadrukkelijk naar op zoek. Maar goed, je weet ook dat je met spelers, hè, net als Camille en Bashar, dat je daar ook mee, makkelijk mee kunt schuiven. En ik zag natuurlijk wel op de beelden, want ik kreeg bijna glasogen van het kijken naar de beelden, dat hij het vermogen heeft om een team beter te laten spelen. Daarbij voorwaarts durft te spelen, lef en initiatief durft te nemen. En je ziet ook dat hij door medespelers en door de omgeving heel goed ontvangen wordt. En daar ben ik wel blij om natuurlijk. Ja, dat is logisch. Ja. Daarvoor, voordat Valencia speelde en voordat enigszins de lijn omhoog werd ingezet met het duidelijke voetbal zoals je die divisie hebt, was het slecht tot matig. In veel wedstrijden. We hingen achterover tegen Almere City bijvoorbeeld. Ja, of dat dan gedwongen is of niet. Mm-hmm. Daar weet de trainer natuurlijk alles van. Daar weet jij alles van. Heeft dat je ook pijn gedaan op dat moment? Pijn is een relatief, maar het heeft een zeker sportief pijn gedaan. Hè. We begonnen natuurlijk voorbereiding. Er was veel enthousiasme. Dat enthousiasme deelde ik wel. En na eigenlijk enkele goede wedstrijden hebben we ook hele duidelijke mindere wedstrijden gehad. Laat ik vooropstellen, toen ik binnen de club kwam, kende ik de opdracht. Een opdracht die me ook erg goed lag. En daarbij wist ik ook en weet ik ook dat tijd nodig kan hebben. Het inpassen van veel jeugd. Maar ook met een voetbalvisie die heel veel van lef en initiatief uitgaat. Dat is niet het makkelijkste om te doen. Dat is ons ook niet elke keer gelukt. We hebben daar wel weer nadrukkelijk op teruggegrepen. En dat is iets wat we moeten blijven doen. Want we geloven dat we op de langere termijn daar succesvol in kunnen zijn. Maar voetbal gaat ook over de korte termijn en gaat over resultaten. En we kunnen ook op deze wijze elke wedstrijd succesvol zijn. En die periode hebben we nu ingezet. Ik zit met meer vertrouwen te kijken en ook met meer plezier te kijken. En ja, in die zin was de periode daarvoor was een pijnlijke sportieve. Want daarin zag je daar te weinig terug. Wat ik al zei, te veel onze zwaktes. En ook het lef en het initiatief. Als gevolg van meerdere oorzaken. Mensen willen altijd dat er één oorzaak is. Natuurlijk nooit het geval. Er zijn altijd meerdere oorzaken. Was wat verder weg. Is nu terug. Het is voor ons de opdracht om dat door te zetten. En op die manier kunnen wij ook succesvol zijn. En hoe ver we dan direct daarin reiken. Dat zal aan het eind van de rit duidelijk worden. Dan had ik nog één laatste puntje over die periode. Er werd toen heel veel geschreven. Dat hoort bij een voetbalclub als de Graafschap. Maar er werd toen ook heel veel opeens geschreven over crisisgesprekken. Heb jij crisisgesprekken gevoerd? Ja, dat is een modewoord, hè? Crisis. Hè?
Nou, het is overduidelijk als wij als team hier elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat proberen het beste eruit te halen. En we zijn niet succesvol, we halen te weinig punten en wij worden beoordeeld. En soms ook afgerekend op punten. Ja, dan moet je de onderste steen boven halen. En dan heb je ook gesprekken waarbij je de onderste steen boven wilt halen. En als mensen dan crisisgesprekken willen noemen, moeten ze dat zelf weten. Ik heb overal gezegd dat ik het geen crisisgesprekken vond, maar dat ik het eerder normale gesprekken vond in een bepaalde situatie waarbij het aan ons is om ook zaken te nuanceren. En niet het kind met het badwater weg te gooien. Wij wilden met lef en initiatief spelen. Nou, om een bepaalde reden waren we niet direct succesvol. Ook oké, dat betekent niet dat we die weg niet in blijven slaan. Die slaan we absoluut in, want dat wil de club. En op die manier denken wij ook met onze jeugd, die het tot nu toe heel erg goed doet in een moeilijk seizoen tot op heden, om dat door te zetten. Want het is naïef misschien om te denken dat jongens van 18, 19, 20 jaar onze prestaties kunnen dragen. Ik ben het daar wel mee eens. Maar het is evenzeer naïef om niet te zien hoe verschrikkelijk goede jeugd we hebben en hoe dichtbij ze soms al zijn. En een drietal daarvan gewoon wekelijks meestal aan de bovenkant van ons elftal zit. Ja, maar dat betekent dus niet dat jij, stel we vinden nu alles op rij tot aan het einde van het seizoen, dat je nooit meer met Adrie praat. Want volgens mij praat je heel veel met Adrie juist. Oh ja, zeker. Als het minder gaat. Ja, zeker. Je hoort altijd met elkaar te communiceren. En je moet de situatie elke keer onder ogen zien. En nou, dat doen we. En daar moet je met elkaar over praten. Moet je kunnen aangeven wat minder goed is. Of zelfs slecht is. Maar ook wat wel goed is. En dan moet je de juiste beslissingen nemen. En Adrie gaat erbij over de opstelling. En dat is maar goed ook. Ja. Je geeft ze net terecht aan. Drie jonge jongens die op dit moment al in de basis staan. Ja. Ja, hoe ben je daar blij mee? Of is dat ook een van de dingen die jou is meegegeven? Of is dit gewoon, ja, dit is gewoon talent dat ineens doorkomt? Nou, niet ineens doorkomt. Ik vond, ja, sorry, de blinden kon nog wel zien dat Bashar, Philip en Camille belangrijk kunnen zijn op keukenkampioen divisieniveau. Maar je weet ook dat ze jong zijn, dus ze maken ook fouten die bij de jeugd kunnen horen. Die heb ik trouwens ook al gezien. Maar ja, ik zou wel, ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik dat niet al heel snel gezien zou hebben. En dat zag ik ook direct van Joel Valencia. Maar goed, dat is ook mijn werk toch. Het is ook te hopen dat ik er iets van zie. En ik ben ook blij dat ook sommige van onze routiniers, die al van meet af aan hier in ieder geval qua karakter iets extra's brengen, ook succesvol zijn met assists en doelpunten, Siem en Alexander. En dat moeten we absoluut doorzetten met veel vertrouwen, veel doorzettingskracht en volharding. Ja, hoe kijk jij naar de komende periode? Het kan wel eens een hele belangrijke zijn. Nee, het is een hele belangrijke. Het is kijk, ik heb mezelf nog nooit horen zeggen, Kevin, god, vanavond een onbelangrijke wedstrijd of komende vrijdag een onbelangrijke wedstrijd. In die zin zijn ze ook allemaal belangrijk. Maar goed, we zijn aan een nieuwe periode begonnen. We hebben weinig punten gehaald. Dan komt er ook meer druk op de ketel. Je voelt nu aan alles. Je voelt aan alles dat er absoluut meer in het vat zit. En het vertrouwen ook stijgt. Maar dat vertrouwen moet je omzetten in resultaten. Want anders neemt het vertrouwen weer af. Niet alleen intern, maar ook extern. Ja, dat is onze opgave. En daar staan we voor. En daar heten we de Graafschap voor. En dat gaan we gewoon doen. Ja, met welk gevoel zit je hier nu op dit moment? Nou, dat heb ik al eens eerder aangegeven. April begonnen. Club vind ik op alle fronten een fantastische club. Dat dacht ik van tevoren. Dat is in de aantal maanden dat ik hier nu ben, is ook uitgekomen. Nou, nu is het aan ons om ook succesvol te zijn. Want ik wil wel een technisch manager zijn die hier ook succesvol is. Want daar ben ik immers voor aangesteld. Nou, een slechte start is prima. Kan gebeuren. Maar aan het eind worden de prijzen verdeeld. En dan wil ik dat ik kan zeggen dat we binnen ons vermogen zo succesvol mogelijk zijn geweest. Dus dan moet er nog wel wat gebeuren. Dan aanstaande vrijdag, Topos. Ik denk dat jij de jongens, de spelers nog wel even een paar keer langs gaat lopen van jongens, doe mij een plezier en geef net het stapje extra. Want volgens mij wil je die heel graag winnen gezien je verleden. Ik wil elke wedstrijd graag winnen. En nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil gewoon, ik vind dat wij met een eigen proces bezig zijn. Spelen een thuiswedstrijd tegen Topos. Weten dat dat een hele stugge ploeg is. Die heel verrassend uit de hoek kan komen. Vorig jaar van ons hier gewonnen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want toen was ik net hier. Afgelopen week met 3-0 van Roda gewonnen. De competitie is het wel zo dat de verschillen, er zijn verschillen.
Maar die zijn klein, dus wij zullen alert moeten zijn en wij zullen ze aan moeten pakken en het beste van onszelf laten zien. En ja, dan win ik natuurlijk ook graag van Topos. Ja. Wordt het ook tijd om eens een keer een klantenbinding te doen, om zoals dat je noemen? In plaats van na de 2-0 tegen Jong Utrecht te stoppen eigenlijk met de drang naar voren, maar eens een keer echt door te pakken. Nou ja, ik denk dat we dat graag willen. Hè. Dat is ook weer de vraag of we dat niet al eerder gewild hebben. Dat heeft ook altijd met vertrouwen te maken. En je weet ook, als je een aantal keren niet gewonnen hebt, ja, dan wil je per se ook winnen. En dan is dat vertrouwen dat dat sowieso gaat gebeuren, is nog wat minder. Nou, ik denk dat we nu de afgelopen periode daaraan gewerkt hebben. En dat we in ieder geval het lef moeten hebben om een team, een tegenstander, zo lang mogelijk bij de strot te pakken. Zeker op de Vijverberg.